Kijkers, van 1 tot en met 30 april is de SAS-HUBA-periode. Dat is de periode waarbij kleine zelfstandigen en kleine ondernemers zich kunnen aanmelden bij de Belastingdienst om geholpen te worden met hun belastingaangifte. We staan hier voor de deur van de Belastingdienst omdat we zo meteen naar binnen lopen om te kijken hoe deze werkzaamheden aan toe gaan, hoe de mensen komen om geholpen te worden. En daarnaast zullen wij een gesprek hebben met Marlon Simonson, die ons gaat vertellen hoe het tot nu toe loopt en wat de volgende stappen zijn. Kom met ons mee om deze informatie ook tot u te nemen. Eigenlijk zijn we, zoals u heeft gezegd, zijn we begonnen op 1 april, hè, maandag 1 april, met het de mensen die hulp nodig hebben bij aangifte om de mensen te helpen. De eerste dag liep het een beetje, maar we zien dat de aanloop begint te komen. De berichten zijn in de kranten gekomen, hebben we gemerkt ook. En de mensen zijn al vroeg hier om dan eigenlijk hun aangifte in te vullen. Nou, in vergelijking met het vorig jaar zien we dat het nog niet is wat het was vorig jaar. Dus we verwachten wel dat de komende dagen en misschien de komende volgende week in het bijzonder en als de vakantie is, dat de mensen dan gaan opkomen, want we zien nog niet wat we hebben gezien vorig jaar. Vorig jaar was het deze dagen al, begon het al druk te worden, maar we zien dat nog niet. We hebben een lijstje gemaakt, ik wil even mijn stukken erbij halen. En ik wil daar even aangeven dat de SAS-HUBA bestemd is voor een aantal groepen mensen. Hè? En die mensen die tot deze groepen behoren, die gaan we dan helpen. Dat zijn dan de restitutiegevallen. Mensen die restitutie vragen, mensen die als kleine ondernemers werken, kleine zelfstandigen, mensen die in loondienst zijn, de remigranten, dat zijn personen die uit Nederland komen en een remigratieuitkering krijgen. Dus zoals AOW, een remigratieuitkering. Degenen die inkomsten hebben uit het verhuren van onroerend goed, bijvoorbeeld je hebt een pand en je verhuurt dat pand. En ook de mensen die niet kunnen lezen en schrijven, die willen we ook tegemoetkomen. Dus dat is de groep mensen die geholpen wordt hier tijdens de HUBA-periode van 1 april tot en met 30 april. Ik weet niet wat we kunnen zeggen groot, hè, of we dat kunnen definiëren. Maar in ieder geval, er komen wel veel mensen, die kleine zelfstandigen komen wel. Mensen die misschien onder de markt verkopen. Mensen die eigenlijk een kleine hossel hebben. Die mensen zien we wel komen. We zien wel niet, als we kijken naar de administratie van de Belastingdienst, zoals u daarna zei. We zien niet echt eigenlijk de mensen komen die moeten komen. Heel wat mensen komen niet. En als we aan het eind van de rit de balans opmaken en we kijken naar de administratie, zien we hier een aantal mensen die eigenlijk onder de groep kleine ondernemers vallen. Die zijn niet geweest gewoon om hun aangifte te doen eigenlijk. Dus dat speelt wel. Wat we wel veel krijgen is dat er restitutiegevallen komen. Mensen die misschien een hypotheek hebben en de hypotheekrente is aftrekbaar. Dus zulke gevallen krijgen we wel. En zeker ook de mensen die een AOW-uitkering krijgen of een immigratie-uitkering uit Nederland. Die groep is wel stabiel elk jaar. Dus de mensen die niet zijn gekomen of de mensen, laat me het anders definiëren, die geen aangifte hebben gedaan. Het systeem van ons voorziet eigenlijk na een bepaalde periode, wordt er dan wat men noemt een bericht gestuurd naar de mensen. Een aanmaning gestuurd naar de mensen om aan te geven, hey, je bent niet geweest, je hebt nog 2 weken om te komen. Als die periode verstreken is en de mensen komen toch niet, gaat het systeem dan op een bepaald moment een aanslag uitdraaien voor de mensen met een boete van 100%. Dus we willen van hieruit de mensen die naar dit programma kijken, we willen ze echt oproepen, kom uw aangifte doen. Kom uw aangifte doen en voorkom dan deze problemen met aanslagen. Dus we hebben hier de Belastingdienst, dat is het hoofdkantoor aan de Van Sommersdijkstraat. Dus dat is de hele maand april. Elke dag van 8 uur tot 1 uur zitten we hier om de mensen te helpen. Daarnaast gaan we naar de districten ook. We gaan naar de mensen toe. We weten wat de afstanden zijn. We gaan naar de mensen toe, naar de districten. En ik wil even aangeven dat in Paramaribo, Nikeria en Komowene, dat er elke dag van 1 april tot en met 30 april zijn we met de HUBA bezig. Op Komowene is het dan op Tamanrijo. Kunnen de mensen van Komowene naar Tamanrijo gaan, naar het belastingkantoor Komowene, om daar hun aangifte te doen. We zitten ook eigenlijk op Wanica. En zoals u weet is Wanica verdeeld in 2 delen. Dus Wanica Zuidoost, daar zitten we dan op de
op de dinsdag, elke dinsdag die in deze maand 2, 9, 8, 16 en 23 april. Dat is aan de Tawayariweg 20. En op Wanica West, Noordwest, dat is aan de Commissaris Wetenweg, zitten we op de donderdagen, dat is 4, 11, 18 en 25 april. Daarnaast gaan we ook helemaal naar Para. En op Para zitten we dan elke maandag en woensdag 18, 15, 17 en 24 april op het commissariaat te Para. In het district Saramaka gaan we elke donderdag. En dat is van 4, 11, 18 en 25 april. En in Mungo zitten we op 23 april in het commissariaat daar. Dat is één dag maar, dat is 23 april. En op Albina zitten we dan de volgende dagen 24, 25, 26 april. Op het commissariaat de Albina. En last but not least, in Coroni gaan we dan op 11 en 18 april, dat is op de donderdag. Dus dat zijn de locaties waar de Huba wordt gehouden. Soms zitten we thuis en we denken, hey, moeten we gaan betalen? Hey, toch gaat er niets gebeuren. Maar ik wil u wel oproepen van deze plaats uit. En ik ben blij dat we de gelegenheid kregen als dienst om die oproep te doen. Als u uw biljet heeft gehad, als u die biljet heeft gehad, komt en u weet het niet in te vullen, komt u en kom dan hier of kom naar de locatie waar u bent, als u misschien in de districten bent, als u uw biljet heeft gehad. Als u zegt, hey, ik heb een belastingconsulent, u kunt ook naar een belastingconsulent gaan om uw aangifte in te vullen. Maar wat belangrijk is, als u op een bepaald moment ziet en u weet dat u een biljet moet krijgen, maar u ziet dat u geen biljet heeft gehad, zeg de wet dat u dat biljet moet komen halen hier. Dus dat is wel een oproep, want soms horen we, ik heb geen biljet gehad. Dus we roepen ook de mensen op die hebben gezien, ze hebben nog geen biljet gehad. We gaan naar 15 april toe, 13 april. En misschien aan het eind van de maand, ze hebben nog geen biljet gehad. Kom naar de locatie hier aan de Sommersdijkstraat en kom je biljet halen en voldoe aan je verplichting. Want zoals ik eerder had aangegeven in dit programma, er is op een bepaald moment gaat het computersysteem, het systeem van ons gaat dan nagaan wie geen aangifte heeft gedaan en stuurt dan automatisch een aanslag met 100% boete naar die persoon die dan geen aangifte heeft gedaan. Dus een dringende oproep, voldoe aan uw verplichtingen.